Zo, hoe hou je Veda vol als vlogger? Elke dag vloggen in augustus? Nou, in ieder geval door voldoende koffie te drinken. Vandaag ga ik de Q&A doen met jullie. Dus dan kan ik wel eventjes een stevige bak gebruiken. Zo. Daar ben ik dan. Proost. Eerst maar even een goede slok. Het is vandaag 9 augustus, dus dit is alweer de 9e vlog. En de hoogste tijd natuurlijk dat we jullie vragen gaan doornemen. Dankjewel voor het opsturen voor de vraag, voor deze Q&A. Ik heb er een paar hele leuke binnengekregen. Ik heb besloten om van de Q&A 2 vlogs te maken, want het zijn aardig wat vragen. En dat is heel erg tof, maar ik wil deze vlogs niet te lang maken voor jullie. Dus morgen krijgen jullie de rest dan te zien. Maar we gaan nu beginnen met de vragen van vandaag. En ik heb hulp van de Witsmurf. Deze heb ik ooit gekregen in Brussel tijdens een persreis naar het Stripmuseum en andere mooie plekken in Brussel. En die houdt mijn gezelschap tijdens de vlog. En nou ja, die fluistert misschien af en toe ook nog wel een goed antwoord in, wie weet. En ik heb voor de gelegenheid natuurlijk een Gremlins t-shirt aangetrokken. You gotta fight for your right to party, baby. Elke dag moet je er een beetje een feestje van maken, vind ik. Anyway. Beats, Bleeps en Bees, oftewel Daan de tekenaar, die stelt me de volgende vraag. Voor mijn gevoel sterft de strip in Nederland al decennia een tergend trage dood. Af en toe een kleine opleving, maar met nu een volgende aderlating, namelijk het wegvallen van de krantstrip Dating for Geeks. Wat is jouw visie hierop? Komt het ooit tot wasdom? Of komt de strip in Nederland ooit tot wasdom? Of blijft het een klein groepje enthousiaste makers, lezers, journalisten en uitgevers die dapper weerstand blijven bieden? Nou, ik denk dat het laatste is, Daan. Ik denk dat we de strip moeten zien als een niche, als een kleine markt, net zoals poëzie bijvoorbeeld in de literatuur. En dat er een relatief kleine groep liefhebbers is die geniet van de mooie beeldverhalen die eruit komen, zowel uit binnenland en als uit het buitenland, dus ook van buitenlandse makers, want er wordt echt heel veel moois uitgegeven. Maar ik denk niet dat we nog zo'n opleving krijgen of dat de strip ooit zo groot wordt als bijvoorbeeld pakweg 30, 40, 50 jaar geleden. Er is gewoon te veel concurrentie van andere media op dit moment waar mensen hun tijd aan kunnen besteden. Games, films, streaming services. En ik denk dat het nog steeds zo is dat je leert strip lezen als je klein bent en dat je op een gegeven moment raakt een groot deel van het publiek raakt dat kwijt. En die komen daar niet meer op terug. Ik ga nog wel zelf op dit onderwerp terugkomen, namelijk hoe kunnen we mensen weer aan de strip krijgen, want ik ben natuurlijk wel hoopvol. En daarvoor heb ik meerdere stripmakers en mensen uit het veld geïnterviewd, maar die vlog moet ik dus nog monteren. Daar ben ik nog mee bezig, daar ben ik al een tijdje mee bezig, dus daarover later meer. Want ik heb wel hoop, want er zijn bijvoorbeeld wel goede stripbladen in Nederland die mensen aan het lezen houden. Bijvoorbeeld de Eppo, en ik laat deze even zien van deze week, met een prachtige cover van Kim Ducheteau met Esther Verkest als een soort Gulliver erop. Nou, deze vind ik ook wel heel mooi, want het past goed bij de sfeer van de zomer. En Esther is gewoon, ja, die wil je natuurlijk altijd wel getekend zien. Lekker ding. En dus er zijn wel goede bladen ook. En ik ga nog wel een keer een vlog maken over welke bladen er allemaal zijn. Allemaal plannen, nu nog even tijd daarvoor vinden. Maar ik vrees wel dat het zo klein blijft. Tenzij er een wonder gebeurt. En als jij daar nog ideeën over hebt, dan hoor ik dat graag. Hoe we dat kunnen aanpakken. John Kingreef, die heeft een Spider-Man vraag. Een aantal maanden is Spider-Man saga herstart, van Tobey Maguire via Andrew Garfield tot nu. Soms is het een beetje een herhaling, het ontstaan van Spider-Man. Ben je blij zoals de nieuwe bioscoopversie verloopt? Het lijkt een beetje te breken, zegt hij, met het standaard concept. Al is het wel erg duidelijk een onderdeel van een franchise. Of zou ik het anders doen dan de filmmakers nu? Ben je op dat punt meer een voorstander van de Into the Spider-Verse variant die meer losstaand lijkt te zijn? Nou, vind ik een leuke vraag. Sowieso Spider-Man vragen mag je altijd aan me stellen, want ik ben natuurlijk een enorm Spider-Man fan. Zoals jullie misschien weten ligt het copyright van Spider-Man bij Sony. Die hebben ooit de rechten gekregen, de licentie daarvoor. En daarom moest Disney een deal sluiten met Sony om überhaupt Spider-Man in de Marvel Cinematic Universe toe te kunnen laten. En die deal die behelst nogal wat. Maar dankzij die deal kunnen we dus nu genieten van Spider-Man, Tom Holland als Spider-Man in de MCU. En ze hebben het inderdaad anders aangepakt, heel anders aangepakt eigenlijk. En dat zie je door dat Oom Ben praktisch ontbreekt.
Waarom Peter Parker een held wil zijn, dat is niet heel duidelijk gemotiveerd in eerste instantie. Want de moord op Oom Ben ontbreekt. We hebben wel een aanwijzing van Oom Ben gekregen in de laatste Spider-Man film. Want de koffer die Peter Parker gebruikt om mee te reizen, die is van Ben geweest. Maar ik denk dat ze Ben hebben weggelaten omdat dat hebben we al een keer gezien. Al twee keer gezien zelfs. En om Tony Stark een soort alternatieve vaderfiguur voor Peter Parker te laten zijn in deze nieuwe reeks films. Zo is het duidelijk opgezet. En waarom Spider-Man significant anders is dan wat we tot nu toe hebben gezien, is niet alleen maar omdat ze iets anders willen bieden. Die deal met Sony is nogal ingewikkeld. Het vlogkanaal Midnight Edge, ik zal de link naar de video hieronder plaatsen, die legt uit hoe dat qua copyright allemaal werkt. En dat betekent onder andere dat ze dus bijvoorbeeld wel Tante May mogen opvoeren. En andere bekende namen, zoals Mary Jane. Maar dat ze niet dezelfde personages mogen zijn zoals we ze kennen. Dus Tante May is opeens Marisa Tomei, een mooie Amerikaanse van Italiaanse afkomst. En Mary Jane, of eigenlijk MJ, want ze heet Michelle Jones, wordt opeens gespeeld door een donkergekleurde actrice. En dat heeft ermee te maken dat ze bepaalde personages wel mogen gebruiken en anderen op een lijst staan van niet. Maar zodra ze de klassieke Mary Jane zouden gebruiken, betekent dat Disney ook weer deels copyright krijgt over dat personage. En dat zou de mogelijkheden voor Sony om een nieuwe franchise van Spider-Man helemaal volledig op te starten in de weg zitten. Zo heb ik dat in ieder geval begrepen. In die video leggen ze dat beter uit. Want ik vind bijvoorbeeld de casting niet heel erg fijn. Ik denk, ja, dit is gewoon niet de Mary Jane die ik ken uit de strips. En ik ben een purist. Ik vind het leuk als er een filmadaptatie gemaakt wordt dat die zoveel mogelijk lijkt op die van de strips. Wat dus bij de MCU Spider-Man niet het geval is. Wat het wel weer compenseert is dat ik vond de Vulture een interessante interpretatie. Mysterio met Jake Gyllenhaal vond ik fantastisch gedaan. En ik vind Tom Holland een hele sympathieke, leuke Peter Parker. En voor de mensen die Spider-Man nu voor het eerst in de bioscoop zien, maakt het eigenlijk niet uit. Want die kennen misschien de Tobey Maguire of de Andrew Garfield versie helemaal niet. En zeker die van Nicholas Hammond niet. Die vinden het dan sowieso leuk. Want je moet het wel heel erg verkloten voordat Spider-Man niet meer leuk is. Zou ik het zelf zo hebben aangepakt? Nee. Als ik een Spider-Man film zou regisseren en in een parallel universum hoop ik dat er een Michael Middlebaugh rondloopt die zowel de strips mag schrijven en misschien een film mag schrijven, dan zou ik het anders aanpakken. Ik zou het klassieker aanpakken, meer in de lijn van Sam Raimi. Ook al moet ik daar wel bij zeggen dat ook Sam Raimi natuurlijk wel eens de bal heeft laten vallen, zoals bij Spider-Man 3. Qua intentie kwam hij heel dicht in de buurt van de Spider-Man uit de strip. Nou, dat is de Q&A voor vandaag. Morgen gaan we verder met de volgende vragen. Alvast dankjewel voor het kijken. En we zeggen op naar de volgende vlog. En die is dus morgen al, want het is VEDA Vlogging Every Day in August.